Hoofdstuk 6, inmiddels 6.1, expressionisme. Kunstgeschiedenis van 1900 tot 1950. We komen steeds dichter bij onze tijd. Eens even kijken, waar ga ik jullie mee naartoe nemen? We gaan eerst eens even kijken het overall, dus 1900 tot 1950. En hierin hadden kunstenaars een nieuwe blik. Ze kijken echt met een nieuwe blik naar de werkelijkheid en proberen die gewoon niet meer te kopiëren. Je weet inmiddels, de fotocamera is er, dus waarom zou je nog hetzelfde doen als wat een camera kan? Nou, die kunstenaars die zo rond 1900 leefden, die zagen echt hun hele wereld veranderen. De industriële revolutie is geweest, de steden werden steeds groter, steeds moderner. De wetenschap ontwikkelt zich, er worden ontzettend veel uitvindingen gedaan. Er zijn mensen die de hersenen onderzoeken en wat mensen allemaal vinden en denken en dromen en hun gevoelens. En eigenlijk is dat een beetje waar we de komende dia-presentatie even naar gaan kijken. In ieder geval het niet meer weergeven vanuit de werkelijkheid, maar nadenken over je gevoelens. We zien hier een werk, dat heet Le Demoiselle d'Avignon, geschilderd in 1907 door Pablo Picasso. En je ziet hier wel de grote veranderingen. Deze dames hebben er niets meer van doen met de zachte lichaamsvormen en die warme tinten van de naakte die je kent uit de Renaissance, de barok, het neoclassicisme of de romantiek. Het is absoluut niet lief. Het is bijna lelijk. Tenminste, zo werd het in ieder geval ontvangen. Je ziet hier dat er vanuit verschillende standpunten wordt gekeken naar al deze dames. Als je naar hun gezichten kijkt en je ziet ze recht van voren, dan heb je af en toe het idee dat je een neus van de zijkant ziet. Wat natuurlijk helemaal niet klopt. En dit hoort weer heel erg bij het cubisme. Dat is de volgende paragraaf in dit hoofdstuk. De lichaamsvormen van deze vrouwen zijn echt hoekig en scherp. En ze kijken je ook echt zo strak aan. Die kleurstelling werd ook een beetje als aanstootgevend ervaren. Er zit bijna geen schaduw in. Het is heel plat. Er zit geen diepte in het werk. Iets wat je ook ziet, dat neem ik aan tenminste, is dat die gezichten van die vrouwen, die lijken wel iets weg te hebben van die Afrikaanse maskers. Nou, daar komen we later nog op terug. Want die primitieve kunstvorm, zoals dat genoemd wordt, dat speelt ook een rol binnen de kunst van 1900 tot zo'n 1950. Even de leerdoelen op een rijtje. Nou, die zijn niet heel anders dan bij de andere kunststromingen. Je zal ze inmiddels wel kunnen dromen, neem ik aan. Maar ook hier gaat het weer om dat je moet kunnen reproduceren de begrippen die van belang zijn voor het beschrijven van kunstwerken uit het expressionisme. Je moet kunnen beschrijven welke kenmerken uit het expressionisme je in een werk ziet. Je moet kunnen uitleggen wat het effect van die kenmerken zijn, of het effect van die kenmerken is. En je moet kunnen beargumenteren waarom jij denkt dat een kunstenaar voor bepaalde kenmerken gekozen heeft. Nou, overall leer je welke kenmerken kunstwerken uit het expressionisme hebben en hoe kunstenaars van nu zich door deze kunstenaars van vroeger laten inspireren. Kunstenaars die expressionistisch werken vinden het heel belangrijk om hun gevoel uit te drukken in hun werk. Expressionisme. Expressie gaat over het tonen van je gevoelens. Hier zie je een werk van Edvard Munch. Dit werk heet De Schreeuw. Dat heb je vast wel eens ergens gezien. En hij zegt daar zelf over: op een avond wandelde ik langs een weg. Aan de ene kant lag de stad, onder me lag het fjord. Ik voelde me moe en ziek. Ik bleef staan uitkijken over het fjord. De zon ging onder. De wolken waren rood getint als met bloed. Het kwam me voor alsof de hele natuur aan het schreeuwen was. Het was net of ik een schreeuw kon horen. Ik schilderde dat doek, schilderde de wolken als echt bloed. De kleuren schreeuwden. Ik bleef staan en leunde tegen de reling, half dood van vermoeidheid. Boven het grijsblauwe fjord hingen de wolken, zo rood als bloed en vlammetongen. Mijn vrienden verwijderden zich. Alleen en trillend van angst onderging ik de luide schreeuw van de natuur. Dit is hoe hij zijn gevoel omschrijft bij het schilderen van dit werk en hoe dat er dus ook uitziet. Angst komt dus nadrukkelijk naar voren in dit werk, de schreeuw. Je ziet het gezicht, de figuur met die holle, bijna maskerachtige gelaat.
En die kijkt je aan. Nou, zijn handen lijken zijn oren te willen beschermen tegen die schreeuw. Maar met zijn mond doet hij je bijna denken dat hij zelf schreeuwt. Die lijnen in de lucht, dus die golvende lijnen in de lucht, die moeten het dramatischer maken. Die versterken zeg maar de dramatiek. En die figuren, die twee vrienden van hem die zich verwijderen, die lijken wel niks te zien van wat daar allemaal gebeurt en hoe hij, hoe Edward Munch dat moment ervaart. Dus alsof de natuur naar hem schreeuwt. Nou, dat is een beetje wat het expressionisme doet. Je gevoel laten zien in je werk. En het hoeft dus niet allemaal precies de werkelijkheid te zijn. Het gaat vooral om de emotie die erachter zit. In de kunstgeschiedenis, net zoals we net al hebben bekeken, eventjes met het werk van Edvard Munch, is het belangrijk om je gevoel uit te drukken. Dus het gaat niet om een perfecte weergave van de werkelijkheid. Jouw gevoel, jouw emoties moeten overkomen. Die laat je natuurlijk zien door vorm, door kleur, door beweging of juist het heel statisch houden van je werk. Het uitdrukken van gevoel heet dus ook wel expressie. Daar kun je de term aan herkennen. En deze kunstenaars staan steeds op zoek naar nieuwe manieren om kunst te maken. Ze gaan die werkelijkheid steeds meer vervormen, zodat we richting het abstracte gaan. En ze laten dus echt de werkelijkheid los. Het is voor een deel ook geïnspireerd op de primitieve kunst. Dus de Afrikaanse maskers die je zojuist al zag bij het werk van Picasso, of bij de Demoiselles d'Avignon. En kunstenaars van nu proberen hun werk dan ook een beetje ruw en direct te maken, want zij vonden dat dat ook uit die maskers, uit die primitieve kunst sprak. En veel kunstenaars waren daarvan onder de indruk, dus dat is iets wat je ook wel terugziet binnen het expressionisme. Je ziet hier een afbeelding van de kunstenaar van Wassily Kandinsky en hij was juist op zoek naar een nieuw soort kunst. Dat is natuurlijk ook een thema in deze periode, op zoek naar nieuwe vormen van kunst. En het moest natuurlijk over gevoel gaan. En Kandinsky vindt muziek daarbij heel interessant, omdat muziek kan emoties losmaken. En hij denkt, hij vindt, dat een schilderij dat ook kan. Ook een schilderij kan emoties bij de kijker doen opwekken. Even zien, dit werk heet compositie nummer 7 en verwijst naar thema's als de zondvloed, het laatste oordeel, de opstanding en het paradijs. Nou, het is een orkaan aan kleuren en vormen. En hij vindt het zelf het meest complexe stuk dat hij ooit geschilderd heeft. En hierin, juist door die wervelende orkaan, geeft hij aan wat dat allemaal met hem doet. Al die emoties die dat bij hem losmaakt. Als we de kenmerken van het expressionisme gaan bekijken en we richten ons op de voorstelling, dan zien we natuurlijk weer dat gevoel belangrijker is dan het onderwerp zelf. En de voorstellingen komen vaak uit de directe omgeving van die kunstenaars. Nou, in dit werk van Emil Nolde zie je dat hij een groep dansende mensen heeft afgebeeld. En dit gaat eigenlijk over een Bijbels gegeven. Het gaat op het moment dat Mozes van de berg Sinaï de 10 geboden van God ontvangt, verzamelt zijn volk beneden hun gouden sieraden en laat ze daaruit een gouden kalf maken. En dat volk viert feest, bracht offers en het danste om het gouden beeld heen. En hier zie je de dans van die mensen van het volk van Mozes. En Nolde was erg geïnspireerd door het werk van primitieve kunstenaars uit Afrika. En dat spreekt ook wel echt uit dit doek. Hij combineert een Bijbels thema dus met een dansende kring die uit Afrika lijkt te zijn weggelopen. Dus hier zie je de invloed van de primitieve kunst, de emotie. Het gaat niet om het precies weergeven van wat je daar ziet, maar het gaat om het gevoel. Hier zien we ook een dansende vrouw. En hier zie je weer een voorbeeld van hoe kunstenaars hun inspiratie halen uit de volkskunst, dus uit de niet-westerse kunst. Het werk heet Tanzende en het is een van de eerste sculpturen van Kirchner. En Kirchner heeft deze sculptuur bijna levendig gemaakt. Het is van hout, het is een dansende vrouw, zoals ik al zei. En het is vervaardigd uit een boomstam die hij eerst bewerkte met een bijl.
En vervolgens gebruik je een mes voor fijnere werk. Maar het oppervlak is nog steeds ruw. Dus het is niet glad afgewerkt. Ook een van die kenmerken. En zijn materiaalkeuze en de werkwijze bepaalt de vorm van dit werk. De vorm van de boomstam natuurlijk ook. Mooi recht. Dus het beeld gaat een beetje recht omhoog. Geeft een verticale compositie. Hij heeft het beeld wel beschilderd. En dat draagt wel bij aan de expressiviteit. Dus je ziet kleuren in haar haar, in haar gezicht, onder haar voeten. En dit is dus een voorbeeld van een expressionistisch stukje beeldhouwkunst. Hier kijken we even naar de kenmerken van de vormgeving. Dus hier gaan we het weer hebben over kleur, vorm, etc. Al die onderwerpen die we in hoofdstuk 3 al hebben besproken. Je ziet hier een schilderij. Een kenmerk van het expressionisme is dat de kleuren onnatuurlijk zijn. We snappen allemaal dat paarden over het algemeen niet blauw zijn, tenzij iemand zich heeft uitgeleefd met een kwast. En hier in dit geval op een doek. Nou, het zijn duidelijke contouren, dus een goed verschil tussen de vorm en de achtergrond. Het is vereenvoudigd. Sterk vereenvoudigd, maar je herkent het nog wel. En doordat de kleuren vrij vlak zijn, zit er vrijwel geen diepte in het werk. Eens even kijken, wat kan ik er verder nog van vertellen? Het heeft grove penseelstreken. En je ziet de toets van de kwast van de schilder en de verf nog terug in het werk. En het is een voorstelling vanuit de directe omgeving van de kunstenaar, namelijk de natuur. Dan kijken we even naar de beeldhouwkunst. In de beeldhouwkunst zie je vaak een grovere structuur, zoals net dat werk van Kirchner, dat dansende, het beeld van die dansende vrouw. Het is vaak niet glad afgewerkt, het is erg vereenvoudigd of enigszins vervormd. Nou, je ziet hier twee werken en je kan je wel voorstellen dat dit niet de twee vrolijkste mensen zijn. Dus het gevoel is wederom erg belangrijk in dit werk. Bouwkunst. Niet helemaal nieuw, maar is wel even uit beeld geweest. Als je kijkt naar expressionistische bouwwerken, dan zien we vooral rood baksteen, glas en lood. Er zitten versieringen in de gevels. Er is een afwisseling van geometrische en organische vormen. En er is een samenhang tussen de binnenkant en de buitenkant van het werk. Je zou ook nog eens in je boek kunnen kijken, op bladzijde 108. Daar zie je de Bijenkorf van Den Haag, waar de inspiratie van uit de natuur kwam. En dat lijken wel golven en die zie je hier ook enigszins terug in dit gebouw. Dit gebouw heet Het Schip. Het is gebouwd in 1990. En het kreeg deze bijnaam vanwege het expressieve metselwerkende golvende vormen en de torens. Door zijn torens en de grote poort heeft het ook het gevoel van een groots paleis. Het Amsterdamse Schoolmuseum Het Schip geeft rondleidingen door het gebouw en toont kunst van de Amsterdamse school. Dit is een werk van de Amsterdamse school en valt dus op meerdere plekken in Nederland te bewonderen. We gaan even kijken naar hoe het expressionisme kunstenaars van nu ook inspireert. We kijken eerst nog even links. Dat zijn twee werken van Kirchner die ook beelden maakten. Zoals we eerder hebben gezien, die dansende vrouw. Je ziet twee zelfportretten. In het linker zelfportret zie je Kirchner als voorste persoon. En achter hem zit zijn model. Hij heeft bijna minder kleren aan dan zijn model. Het oog warm, beetje sensueel. En als we daarna kijken naar het rechterportret, wat ook Kirchner is. En wat ten tijde van de oorlog is geschilderd. Dan zie je Kirchner in een soldatenkostuum, maar hij is niet aan het front. Hij is nog steeds gewoon in zijn studio. Hij heeft nog steeds een model achter zich. Maar hij kijkt echt wel vele malen treuriger, een beetje uitgezakte wangen. Zijn rechterhand is afgehakt. We zien daar alleen maar een stomp. En hij was bijna niet meer bij machten om te werken. Dat kan door de oorlog komen. Het kan ook komen door het feit dat hij in die tijd iets te veel dronk. Hij verbeeldt zich dus als een ander. Als we daarna kijken naar de werken van Zheng Fanzi, dat met de roze en oranje achtergrond. Bij hem gaat het net als bij Munch en bij Kirchner om emoties.
En in dit werk draagt iedereen een masker met een glimlach. Dus hij schildert die ogen, de lach en de handen extra groot. En zo lijkt het op mensen hun echte gevoelens proberen te verbergen. Iets wat we in het dagelijks leven waarschijnlijk ook wel regelmatig doen. Dat we een masker opzetten als we in een bepaalde situatie zijn. We zien hier een film. Een oorspronkelijke expressionistische film. En een stil uit de film The Nightmare Before Christmas van Tim Burton. De linker heet Het kabinet van Dr. Caligari. En deze film vertelt het verhaal van de uitgerangeerde Dr. Caligari. Zijn trouwe slaapwandelaar César en hun verband met een aantal moorden in het Duitse bergdorp Holstenwald. En Caligari is een van de eerste films waarin het grootste gedeelte van het verhaal in flashbacks wordt verteld. Dus we kijken steeds terug in de tijd. Je hoort verteller Francis en zijn vriend Alan. Zij bezoeken een kermis in het dorp waar ze Dr. Caligari en César zien. En ze zien hen als een attractie. En die Caligari schept op dat César elke vraag die hem gevraagd wordt kan beantwoorden. En wanneer Alan dan aan César vraagt hoe lang hij te leven heeft, vertelt César hem dat hij 's ochtends dood zal zijn. En deze voorspelling komt uit. Nou, daar gaat het werk over. Het lijkt een beetje een gekke huis. Er gebeuren een heleboel rare dingen in. Een slaapwandelaar die mensen vermoordt. En als we dan kijken naar The Nightmare Before Christmas, daarin gebruikte Tim Burton dezelfde sterke licht-donker contrasten en lange schaduwen. Hij vervormt zijn personen, zijn hoofdpersonen, overdrijft de omgeving van de figuren en verandert de werkelijkheid om een droomwereld weer te geven. En net als Robert Wiene dat deed in het kabinet van Dr. Caligari. Als laatste gaan we kijken naar het werk van Bas Kosters. Hij is modeontwerper. Je ziet een werk van hem helemaal rechts uit de serie My Paper Crown. En hij laat zich door allerlei culturen inspireren. Bijvoorbeeld Afrikaanse kostuums. Links zie je een aantal Afrikaanse kostuums met moderne stoffen. De stoffen zijn gemaakt door Flisco. En Flisco is geen Afrikaans bedrijf, maar een Nederlands bedrijf. En die ontwerpt al die vrolijke, uitbundige patronen. Niet alleen die Afrikaanse kostuums die spreken hem aan, maar ook de expressionistische schilderijen van bijvoorbeeld Matisse, waarin heel veel kleur gebruikt wordt. Dit was een korte introductie op 6.1. Het doel is dat je leert welke kenmerken kunstwerken uit het expressionisme hebben en hoe kunstenaars van nu zich door deze kunst laten inspireren. Dat zie je natuurlijk niet alleen in deze video, dat leer je in je boek en we behandelen het in de lessen. Je moet de begrippen kunnen reproduceren die van belang zijn voor het beschrijven van kunstwerken uit het expressionisme. Je moet kunnen beschrijven welke kenmerken kunstwerken uit het expressionisme hebben. En je moet kunnen uitleggen wat de effecten daarvan zijn. En je moet kunnen beargumenteren waarom je denkt dat een kunstenaar voor bepaalde kenmerken heeft gekozen. Dit was 6.1.